Kunt u zeggen waar we hier staan? We zijn hier in ons opleidingscentrum en achter mij ziet u een heuse woning. Die hebben we vorige week opgeleverd. Is gebouwd door leerlingen. En die blijft hier permanent staan, zodat de leerlingen ook allerlei verschillende opdrachten in een echte woning kunnen uitvoeren. Dus wat we geprobeerd hebben is zoveel mogelijk de bouwplaats nog meer dan voorheen nabootsen. Wat zijn de voordelen daarvan? Dat het de leerling beter motiveert, omdat hij dus met een echt werkstuk bezig is en in het echt daarmee aan de gang is. Hoe zijn de ervaringen van de leerlingen tot nu toe? Nou, het leuke is dat van de zomer hebben de nieuwe leerlingen hebben de basis gelegd voor woning. Dus die hebben de wanden gemaakt en die hebben hem opgezet. En die vonden dat in hun eerste periode hier in de werkplaats al bijzonder fijn en interessant. Waren er nog moeilijkheden waar ze tegenaan liepen? Nee, dat eigenlijk niet. Het voordeel is dat we het hier onder dak kunnen doen. En het voordeel is dat het niet in één keer goed hoeft. Onze instructeurs kunnen dan ingrijpen en doen gewoon dingen overnieuw. En dan komt het altijd goed. In hoeverre is deze woning uniek? Nou, ik weet dat collega's van ons in het land ook dergelijke dingen hebben. Alleen het formaat is hier denk ik wat groter. En we hebben nog een aantal opdrachten die we daarin kunnen gaan verwerken. En dat moet zich nog even uitwijzen hoe we daarmee in de praktijk uitkomen. Komen vestigingen van andere bouwmensen ook naar dit huis om te bekijken hoe u het heeft aangepakt? Nou, er zijn er al wel één of twee geweest, maar iedereen is welkom, want delen is vermenigvuldigen. En men mag hier komen kijken, jazeker. Bouwmensen timmert nog steeds aan de weg. De VR-bril, het Chromebook om het zomaar eens te noemen, de digitale leeromgeving. En nu het huis. Wat is het volgende project? Nou, we hebben nu even de koker vol, zeg maar. Ongetwijfeld zullen er nog nieuwe dingen komen, maar moeten we eerst deze drie elementen even goed implementeren. En dan gaan we weer verder kijken. Ik heb zo nog geen idee wat het volgende stapje is. Bouwmensen Twente blijft aan de weg timmeren. Ja, we moeten de klant blijven volgen. We hebben install nodig. Het aantal aanmeldingen op dit moment van vorige week is bemoedigend. Dus we gaan de goede kant op.